Het is weer tijd voor een feestje, want we hebben vandaag weer iets moois voor jullie. Confetti. Jazeker, niet deze confetti, maar confetti in PowerPoint. We hebben deze fantastische PowerPoint template die je kan downloaden en voortaan zelf kan gebruiken in al je PowerPoint presentaties. Als je de PowerPoint template hebt gedownload, is het handig om deze op te slaan op een plek waar je makkelijk bij kan. Want je wilt dit natuurlijk bij de hand hebben, zodat je het in al je presentaties snel kan toevoegen. Als je de template opent, zie je de Workplace Buddy mascotte. Misschien zie je nog geen confetti, maar geen paniek. Even naar boven scrollen en tada, daar is de confetti. Je kan ook uitzoomen trouwens, dan kun je de confetti ook makkelijk zien. In de download zie je één slide met confetti. Voor onze Workplace Buddy gebruikers hebben we een extra effect in de download. Heeft jouw organisatie nog geen Workplace Buddy? Neem dan even contact met ons op via workplacebuddy.com. Als ik de presentatie nu start, dan zie je dat de confetti naar beneden komt vallen. Wauw, dat ziet er toch super feestelijk uit. De confetti blijft gewoon doorvallen, dus je kan de slide zo lang open houden als je wilt. En als ik naar de volgende slide ga, zie je een ander confetti effect. Nu komt de confetti van onderen in beeld knallen. Nou, ook dit blijft gewoon lekker doorgaan tot ik naar de volgende slide ga. Ik laat deze PowerPoint template met de confetti even openstaan. En ondertussen open ik mijn andere PowerPoint presentatie waar ik de confetti aan wil toevoegen. Nou, hoe doe je dat dan? Je gaat terug naar de confetti template. Dan kies je eerst welk soort confetti je wilt toevoegen. Ik ga voor de confetti die gewoon lekker naar beneden valt. Vervolgens selecteer je alle confetti en druk je op Ctrl-C. Nu ga je weer terug naar de slide waar je de confetti wilt gebruiken en druk je op Ctrl-V. Je hoeft de confetti niet zelf nog goed te zetten, dat hebben wij allemaal al voor je gedaan. Super handig. En als ik nu mijn presentatie start, zie je de confetti. En zo makkelijk is het. Je kopieert dus gewoon de confetti vanuit de PowerPoint template en plakt deze op een slide waar je de confetti wilt hebben. Je kan de confetti gewoon gebruiken zoals het nu is. Maar als je wilt, kan je ook nog het een en ander aanpassen. Als je op een stukje confetti klikt, dan kan je onder Start naar Vormopvulling gaan om de kleur van dit stukje confetti aan te passen. Het lijkt misschien even wat werk als je alle kleuren wilt aanpassen, maar gelukkig kun je meerdere stukjes tegelijk selecteren. Zo kun je bijvoorbeeld de confetti aanpassen naar de huisstijlkleuren van je organisatie. Nou, als jij nou ook van die mooie confetti aan je PowerPoint-presentaties wilt toevoegen, zorg dan dat je onze confetti-template downloadt. En hou Workplace Buddy vooral in de gaten, want er komen nog veel meer mooie templates aan die jij kunt gebruiken om je digitale klusjes makkelijker en leuker te maken. Nou, dat was een interessante video. Ik heb in ieder geval wat geleerd. Dat was wel een likeje waard, dacht ik zo. En abonneer je dan ook meteen op ons kanaal. Dan maak je ons en onze alpaca heel erg blij mee.